Welkom bij de vierde drieluik van de OMOOC Challenging Government. Het thema van dit drieluik is Big Data, Beter Beleid. En ik zit hier met Paul Suikerbuik van het Leren en Expertisecentrum Open Overheid. Paul, kun jij in het kort iets vertellen over jouw werkzaamheden? Ja, mijn werk bestaat eigenlijk vooral uit het helpen van overheidsorganisaties met het openen, het open zijn en het openen van data. Mm-hmm. En dat betekent veel gesprekken voeren met overheidsorganisaties, kansen zoeken, mogelijkheden zoeken, maar ook gewoon een goed gesprek hebben over barrières. Waar loop je tegenaan? Wat is ingewikkeld? Wat is moeilijk? Wat levert het op? Dat soort vraagstukken. Dat is mijn werk. Ja, er is veel te doen over big data en open data voor de overheid. Zou jij vanuit jouw positie kort kunnen omschrijven wat het naar jouw idee betekent voor de overheid? Ja. Wat er heel interessant in is, is dat er vanuit die openheid ook een aantal waarden ingevuld kunnen worden. En zeker bij open data gaat het dan over, transparantie is natuurlijk een hele belangrijke. Ja. Het feit dat die data gewoon inzicht geeft in het handelen van de overheid, de controleerbaarheid van de overheid daarin een stuk groter maakt. En ook dat leidt uiteindelijk ook wel eens tot een stukje vertrouwen en betrouwbaarheid van de overheid. Een tweede vorm of een tweede waarde die er in die openheid of in die open data zit, gaat heel erg over hergebruik. Het biedt allerlei mogelijkheden om met de data die beschikbaar gesteld wordt, om met de informatie die beschikbaar gesteld wordt, zelf dingen te gaan maken, zelf toepassingen te gaan maken. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan, heel plat hoor en heel praktisch, je bent beter op tijd op je werk. Vanwege het feit dat je weet waar de files staan of hoe dat de aansluiting bus, tram, trein is. Optimale routes inplannen in dat opzicht. Je weet of dat we de boel droog houden. Je weet. Is het ook economische waarde? In die zin zeker ook economische waarde. Maar ook maatschappelijke waarde. Mm-hmm. Dus met die data kunnen mensen ook weer. Bijvoorbeeld operatieinformatie. Op die manier kunnen mensen ook veel beter datgene wat er in de raad, in de gemeenteraad of in besloten wordt. Ook volgen, controleren en daar ook op aansluiten. Dus dat geeft in die zin in hergebruik ook veel mogelijkheden. Maar het maakt de overheid ook efficiënter. Je ziet heel vaak, zie je dus dat er binnen overheidsorganisaties data verzameld wordt. Die ook verdomd handig is voor andere overheidsorganisaties. Mm-hmm. Dus dan is het vrij beschikbaar stellen als open data. Dat leidt er ook toe dat andere overheidsorganisaties ook met die data aan de slag kunnen gaan. Nou, en als vierde waarde die ik graag mee zou willen geven, is er ook een systemische waarde. Wat die openheid namelijk mogelijk maakt, is dat er andere vormen van samenwerking tot stand gaan komen tussen marktpartijen, tussen maatschappelijke organisaties, tussen de overheid, tussen het bedrijfsleven, tussen de kennisinstituten. En daar zie je dus dat er andere soorten oplossingen gemaakt gaan worden. Dat er over nagedacht wordt. En dat de overheid niet meer exclusief opdrachtgever is om tot een bepaalde oplossing te komen. Maar dat je ook ziet dat er vanuit de maatschappij, vanuit het bedrijfsleven en vanuit mensen die gewoon geïnteresseerd zijn en belang hebben bij de oplossingen, goed samengewerkt gaat worden om tot andere dingen te komen. Open data wordt vaak in één adem genoemd met big data. En wat ook heel veel mogelijkheden, zowel voor de overheid als ook in de private sfeer met zich meebrengt. Ja. Hoe zie jij die samenhang tussen die twee? Ja, op zich ben ik niet altijd heel erg onder de indruk van big data. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat wat is big? Er zijn allerlei keurige definities voor. Maar wat je dus heel erg ziet is dat wat vroeger big was, is nu niet meer big. Tegenwoordig kun jij de hele bevolkingsadministratie zou je op één laptop kunnen zetten. Of de totale BAG, de basisadministratiegebouwen, kan gewoon keurig bij jou op de laptop. En je ziet dus dat wat is big? Als je het dan toch over echt wel big hebt, dan heb je bijvoorbeeld een dataset die beschikbaar gesteld wordt door de overheid, is de Nationale Databank Wegverkeersgegevens. En dat is niks anders dan de rijsnelheden op onze Rijkssnelwegnet. Wat ze op een gegeven moment ook gepubliceerd hebben, is de historische gegevens daarvan. En denk je van, jeetje, dat is een bak met, dat is heel veel data, vele terabytes, dat past nog niet op je laptop, dat gaat niet lang meer duren. Maar het feit dat het niet op je laptop past is één, maar de tweede is natuurlijk van, wat kun je daar dan mee? Nou, en dan blijkt die data dus heel veel in de infrastructuurwereld, bouwmaatschappijen, gewoon van groot belang te zijn, omdat ze die data kunnen gebruiken bij het voorspellen van
verandering in de weg bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je gaat een weg anders aanleggen, je gaat een flyover maken. En dan kun je dus heel duidelijk op basis van die historische cijfers gewoon goed zien wat voor effecten op verkeersstromen dat zou kunnen hebben. En daarmee kun je dus echt miljarden investeringen op een goede manier onderbouwen. Ja. Kun je betere beslissingen maken. En dat is eigenlijk alleen maar vanwege het feit dat je gewoon dus vanuit een big data analyse op gedrag van weggebruikers gewoon hele goede inschattingen kunt maken van slimme investeringen. Ja, dus op die manier heeft de overheid eigenlijk met open data ook een belangrijk aandeel in big data en analyses en toepassingen daarvan. Ja. Oké, als het gaat om open data en big data, het is voor het bedrijfsleven kan het ook buitengewoon veel opleveren. Hebben we maatschappelijk ook er iets aan? Heb je daar ook voorbeelden van? Jazeker. Ten eerste, open data versterkt een burger ook in zijn informatiepositie. De burger weet meer, of de maatschappij weet meer van bepaalde kwesties die zich afspelen. En even twee voorbeelden wil ik doorlopen met je. Ten eerste wil ik even kijken naar wat gebeurt in Groningen. Aardbevingen. En dan zie je dus dat op het moment dat de KNMI veel meer aardbevingsgegevens beschikbaar stelt dan ze voorheen deden, dan zie je opeens dat er allerlei visualisaties en toepassingen ontstaan die goed inzicht geven in het feitelijke vraagstuk daar, of het feitelijke probleem. Ja. Er is een hele mooie animatie gemaakt, visualisatie, en dan zie je opeens dat er rond Loppersum de afgelopen jaren al echt wel verdacht veel aardbevingen zich afgespeeld hebben. Mm-hmm. En daarmee geef je dus de mensen daar ook een veel beter instrument, gebaseerd op data, maar je geeft ze een veel beter instrument om hun situatie toe te lichten, het probleem wat ze ervaren toe te lichten. En je geeft ze ook veel meer dus een stem in het hele omgaan met dat vraagstuk vanuit een veel meer gelijke informatiepositie. Het is niet meer één partij die de data heeft, maar het zijn alle partijen die dezelfde data hebben, waardoor je gewoon veel directer en veel sneller over de aanpak van zo'n vraagstuk kunt gaan praten. Mm-hmm. Een ander voorbeeld wat ik graag nog toe zou lichten is, neem het vluchtelingenvraagstuk. Het is een heet hangijzer. Wat er op dit moment gebeurt is dat er dus heel veel op basis van, bijna zou ik zeggen speculaties, interpretaties gemaakt worden. Dus mensen denken dit, mensen denken dat. Maar het is allemaal niet gebaseerd op feitelijkheid. Mm-hmm. En ik zou het echt super mooi vinden als we meer data beschikbaar konden krijgen. En die is er ook niet wel en niet, maar die is lastig hoor, om die data te pakken te krijgen. Maar ik zou het heel mooi vinden als we ergens een website zouden kunnen maken, of gemaakt zou worden op basis van data die dus de feitelijke aantallen achter het vluchtelingenvraagstuk weergeeft. Dingen als opleidingsniveau, als wat kost een asielzoekerscentrum? Wat doet het met de waarde van mijn huis? Het zijn allemaal hele terechte vragen. Mm-hmm. Maar het zou echt heel mooi zijn als we de data konden vinden en de data beschikbaar zouden kunnen stellen die een goede beschrijving geeft van de feitelijkheid omtrent zo'n vraagstuk, waardoor je dus ook weer een veel betere informatiepositie organiseert. Net zoals dat die Groningers veel weten van hun aardbevingen, is dat er op andere inwoners gewoon veel weten van hoe dat het asielzoekersvraagstuk eruit ziet. Dat zou heel erg helpen om gewoon een gelijke informatiepositie te creëren. Ja, zodat je echt het debat over maatschappelijke kwesties, dat de kwaliteit daarvan eigenlijk beter wordt door een betere informatievoorziening. Ja. Ja. Als het gaat om het verzamelen van data en het publiceren van data echt op detailniveau, dan krijg je ook issues rondom privacy. Mm-hmm. Waar veel mensen best bezorgd over zijn, zeker als het gaat over overheidsdata. Ja. Je loopt het risico dat het vertrouwen in de overheid wat dat betreft beschadigd wordt. Daar zijn mensen bang voor. Is dat een terechte angst? De angst of zorg of aandacht voor privacy is echt superbelangrijk. Ik kan hem wel plat slaan. Ik kan wel zeggen, kijk, als je kijkt naar open data is niet persoonsgebonden gegevens. Mm-hmm. Dus in principe heb je vanuit het open data perspectief geen enkele last met privacy, want het zit er gewoon niet in. Er zitten geen persoonsgegevens in. Maar natuurlijk is dat uiteindelijk wel wat kort door de bocht. Want met veel meer data die beschikbaar komt, veel meer data zal ook niet meer zelf door de overheid verzameld worden. Zal door derden verzameld worden.
Veel meer data gaan we ook zelf beschikbaar stellen via allerlei social media kanalen. En overal zie je dus dat privacy daarbinnen een rol speelt. Persoonlijk verwacht ik wel dat wij het hele begrip privacy op een andere manier vorm gaan geven binnen onze maatschappij. En ik denk dat privacy qua term ook niet meer gaat passen bij hoe dat op dit moment er gewerkt wordt met data, hoe er nagedacht wordt over data. En dat er eigenlijk ook wel tijd is voor een heel nieuw soort begrip. Waar binnen wij onze persoonlijke levenssfeer wel goed kunnen bewaken en beschermen. Maar op een andere manier vormgegeven dan dat we dat nu eigenlijk al tientallen of misschien wel honderden jaren aan doen zijn met de huidige privacybegrippen. Mm-hmm. En het heeft gewoon domweg te maken met het feit dat als je alles vertaalt naar data, een mens kun je omzetten naar een digitale representatie in een digitale ruimte, is dat de plaatsafhankelijkheid van die digitale representatie is volledig anders. Jij kunt op datzelfde moment kun jij overal tegelijkertijd zijn. Ja. En als jouw digitale representatie even naar Tuvalu verdwijnt, dan is er in Tuvalu echt een hele andere regelgeving van toepassing. Mm-hmm. En dan heb je dus hele andere effecten op jouw privacy. En dat betekent dus dat gewoon het maken van een wet die de digitale wereld van privacy gaat beschrijven of beschermen of behandelen. Dat is in een digitale wereld is dat een hele complexe wet, want die is ook niet van toepassing in andere regio's en andere landen. Ja. En toch vragen we van elkaar of met elkaar gewoon een vorm van bescherming daarin, die dus vanuit de wet en regelgeving niet gegeven kan worden. Of moeilijk gegeven kan worden in ieder geval. En dan zal het er uiteindelijk toch veel meer over gaan. Op wat voor manier maken wij afspraken met elkaar? Veel meer in de vorm van een sociaal contractachtige, vorm. Waarin dat we gewoon veel meer de afspraken met elkaar maken op het gebied van dat doe je niet. Of de sociale mores, zeg maar. Ja, precies. En dat moet zich ook ontwikkelen eigenlijk samen met de ontwikkeling van open data. Dus er komt een ander privacybegrip en daar moeten we het ook over hebben. Of het tegelijkertijd ontwikkelt met open data, weet ik niet. Het is wel een ontwikkeling die heel veel met data te maken heeft. Ja. En er worden ook wel van die vergezichten geschetst. Als het gaat om open data en big data. Hè? Zeker als je ook nog data van buiten de overheid combineert met met data van de overheid. Ja. En er wordt dan wel eens zelfs gezegd van, nou ja, kijk, als we die data allemaal beschikbaar hebben, dan weten we precies op heel erg detailniveau, dat wat jij aangeeft, wat er gebeurt in een wijk. Ja. We kunnen zelfs een aardig idee krijgen van wat de voorkeuren van burgers zijn. Is er dan nog beleid nodig, zou je je af kunnen vragen? Ja. Hoe zie jij dat? Ja. Nou, beleid wordt anders. Waar een gemeenteraad, een wethouder gewend is om een begroting voor een wijk te maken, een begroting voor een buurt te maken, zul je zien dat mensen dat willen gaan doen. En als jij als wethouder of als je gemeente je richt op het maken van die begrotingen, als dat je core business is, dan krijg je een forse concurrentie erbij. Mm-hmm. Want dan willen die mensen dat gewoon zelf gaan doen. Die willen gewoon zelf voor hun buurt gaan bepalen waar het geld aan uitgegeven wordt. Maar toch moet je je moet wel kaders gaan hebben. Want we willen wel dat, zoals zo'n buurt zich opnieuw gaat inrichten, dat daar goede keuzes gemaakt worden. Dat er recht gedaan wordt aan iedereen. Mm-hmm. En dat gewoon een goede plek krijgt binnen die wijk en binnen die buurt. En dat betekent wel degelijk dat je dus ook wel kaders mee moet geven aan hoe dat zo'n buurtbegroting opgezet kan worden. En dat is een andere manier van werken. Dat is wel een andere manier. Dus je gaat je niet meer echt inhoudelijk met die begroting bemoeien, of minder misschien. Mm-hmm. Maar je gaat wel veel meer kijken naar wat vinden we op grote lijnen belangrijk voor die buurt en wat moet zeker overeind blijven. Ja. En dat zijn toch dingen die, dat zijn toch keuzes die echt wel ook op een democratische manier vastgesteld moeten worden via een gemeenteraad, via een soort bestuursachtige inrichting moeten krijgen. Ja, dus verantwoordelijkheid verschuift naar het inrichten van dat proces en zorgen dat het wordt een ander soort het wordt een ander soort verantwoordelijkheid. Ja. Het wordt, die verantwoordelijkheid verschuift van de gedetailleerde inrichting van die begroting naar het denken over kaders. Mm-hmm. En dat is wel degelijk gewoon beleid. Goed. Om even een brug te maken naar de toekomst. Stel, we zijn 10 jaar verder. De overheid is nu hard aan de slag met open data. Dat blijft nog wel even zo, schat ik in. Wordt er over 10 jaar nog gesproken van open data, denk je? Ik hoop het niet. En dat heeft vooral te maken met het feit dat het dan heel logisch is. Dat de overheid
moet ook op zoek naar andere koppelvlakken met de maatschappij. Waar het nu gaat om een website, waar het nu gaat om een kantoor, zul je zien dat zich ook een datakoppelvlak met de maatschappij gaat vormen. En het is met name dat datakoppelvlak waarin open data ook een hele belangrijke rol zal gaan spelen. Dus dat je inderdaad gewoon ook op een geautomatiseerde, op een systeemachtige manier die verbinding met de maatschappij kunt maken. Mm-hmm. Ja, en wat daaruit voortkomt aan mogelijkheden en toepassingen, dat wordt immens. Maar de vraag of dat aan de orde gaat zijn, die is over 10 jaar zeker niet meer relevant. Nee, het is zo vanzelfsprekend dat we er niet meer over moeten hebben eigenlijk. Ja. Ja. Okay. Goed, Paul. Bedankt voor je gesprek. Er zal nog heel veel gebeuren rondom open data. We blijven die ontwikkelingen met aandacht volgen. Dankjewel.